Hey boef. Goedemorgen man. Ja, lieve vrienden, het is zondagmorgen en laat me even op mijn computer kijken. Het is 8:52 en het is vandaag 6 mei. Ja, dat staat in de computer hoor, dus je kan me niet vergissen. Nee. Ik ga straks weer naar de kerk vanzelf. Want er schijnen vandaag dingen te gebeuren wat mij beloofd is. Dus ja, moet ik van de partij wezen. En we hebben laatste avondmaal, want het is de eerste zondag van de maand. Dus ja, ik neem deze camera gewoon mee. En niet de koperen, want die kan nou niet op mijn stuur. Want ik heb die andere scootmobiel. Dus ja, dat is een beetje lastig allemaal. Ik kan niet continu vloggen nu. En in de kerk mag het niet. Maar ik zal proberen te vragen. Als ik dus mijn gedicht voor mag dragen, dat wel even op de vlog komt. Zo niet, dan zal ik die thuis ook nog eens een keertje voordragen voor jullie. Ja, dat komt allemaal goed. Daar wachten we op en geniet van het mooie weer, zou ik zeggen. Het is een prachtig mooi weer. Ik heb het zonnescherm nou ook naar beneden. Dus ja, anders wordt het weer te heet. Hè. Moet ook weer niet. Het is nog wel fris. Het is natuurlijk vroeg in de ochtend. Ik had op mijn telefoon gezien. Even kijken. 13 graden. Het voelt ook als 13 graden, dus ja, dat is niet al te warm nog, hè. Dus ik doe straks ook nog wel mijn warme jas aan, ja. En als het op de terugweg warmer is, ja, dan kan ik hem uitlaten en dan gaat hij het bandje voorin. Dat is geen enkel probleem. Maar jullie gaan ook mee, jullie gaan in mijn tas, dus ja. Ik moet even zien hoe ik het allemaal doe op mijn telefoon. Ik ken ook niet Pokémon, ja, in de kerk even, want de kerk zelf is een Pokémon-stop, dus ja. Zullen allicht ook Pokémon's aanwezig zijn. Maar dat komt allemaal goed. Dat moet ik zeggen, lieve vrienden. Tot later. Doei doei. Ja, lieve vrienden. We zijn dus naar de kerk geweest. Ja, we rijden. Ik zit hier vol met bobbelse kuilen. En ik heb bijna mijn rug met dat ding. Maar het maakt niet uit. Nee, ik ben blij. Ja, ik ben heel blij. Ik heb het gedicht voorgedragen en ik dacht, ja, er kon niet gevlogd worden, echt niet. Want ik was niet de enige die dus lid mocht worden van de gemeente. Even oversteken. Zo. Ik was dus niet de enige. Er waren er nog 6 anderen. En er was nog een klein babytje geboren. Die werd ook eventjes onder Gods hoede gebracht. Dus dat was allemaal hartstikke fijn. En we hadden avondmaal. Dus ja, het was een hele, hele fijne dienst. En ja, een stukje natuur met de grote weg ertussen. Ja, ik laat het jullie even zien. Een klein stukje natuur. Ja, dus. En ja, allemaal drukte. Dus ja. Zo, we gaan dus verder en ik ruim jullie even weer op. Ik zie jullie straks wel weer even. Ja, ik weet dat eventjes nou niet, want ik moet zo ook even nog een vierbaansweg oversteken. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen tot straks. Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis. Helaas kon ik niet iets onderweg even vloggen. Daar ik een appje binnenkreeg van onze huisvriend Jan Dam. Die komt uit Emmeloord weer naar mij toe. En ik moest dus ook gelijk eventjes naar de Dekamarkt even nog wat bij de koffie halen. En ik denk, nou, vanavond dan maar weer patat eten met Jan. En dan ga ik nou... saté bijgenomen, ja. Varkens saté. En mijn hondje is even buiten.
Ja, dus ik zet de deur lekker op de haak. Ik heb niet waar gewijfeld. Er staat nog wel een strakke wind hier al. Dus eventjes op de grote haak. En dat met één hand. Zo, gelukt. En dan gaan we zitten, want ik ben back af en ik moet nog de boel even een beetje opredderen. Want ja, niet alleen nog Jan die komt, nee, er komen nog moeder en een dochter komen. Die vader niet, want die moet vanmiddag werken. Vanaf de kerk, tenminste ze komen vanaf huis, maar het zijn mensen die ik ken van de kerk. Dus dat wordt een gezellige middag. Maar dan moet ik even dat ook nog opruimen. Ja, had ik gisteren echt geen zin erin. Eventjes omspoelen en op daar recht zetten. Dus, en mijn tas opruimen. Die kan ook dicht, zo. Hopla. Gaan we die even ophangen. Hé, meisje? Dat, ja, ik hoop dat het een beetje gezellig wordt. Met Jan mag ik vloggen, die andere twee weet ik niet. Maar dat zien we wel. En dan moet ik nog naar Facebook toe. Of ik wil eten, dus ja. Ik heb nog een hoop te doen, zoals jullie begrijpen. Ja. Hé, poesiebeesie, ja. Dus ik zeg, tot strakjes. Ja, lieve vrienden, ik ben er weer eventjes. Ja, ik heb mijn koffie klaar. Het is alleen nog mijn broodje nog. De troep heb ik al opgeruimd. Tenminste opgeruimd, dat staat aan de kant. Het is omgeboend, zoals het behoort. Maar ik zou voor jullie het gedicht nog even voordragen, wat ik ook in de kerk heb voorgedragen. Dat, ik zet de televisie even het geluid van uit. Klaar. En jij bent ook lief. Jij ja, bent ook lief. Moet je er ook even tussendoor. Hé? Moet je er ook even tussendoor. Nou, dat mag. Jij wel. Hé? Ja. Nou. Daar gaan we dan. Ik hoop dat ik zo erop sta. Hallo lieve allemaal. Als eerste zal ik mij even voorstellen en jullie mijn naam gaan vertellen. Ik ben Corina Luisterburg de Jong, maar ben helaas niet meer Piep Jong. Ik ben vroeger ooit eens in de Baptistenkerk gedoopt in Sneek. Dat is al heel erg lang geleden en dus niet maar een week. Dominee Van Dam heeft dat toen gedaan. Ik was toen helemaal ontdaan dat ik een kind van God mocht zijn. Dat was voor mij reuze fijn. Ik had toen zomaar heel veel broers en zusters erbij. Oh, wat was ik enorm blij. Jaren later zijn er bij mij ook erge dingen overkomen. Daar durf ik niet meer over te dromen. Veel pijn en verdriet en leed, wat er toen door mijn leven heen ging. En dit jaar is het 10 jaar geleden dat ik met mijn dierbare man in het huwelijksbootje ben getreden. En zo'n 8 jaar terug hebben wij eerst nog met onze John een heel fijn gesprek gehad. En wie had dat ooit verwacht? John wilde onze wens vervullen en ons de huwelijkszegening doen. Daarom kreeg John toen van mij een dikke zoen. Maar toen bleef ons zo'n mooie leven ook niet bespaard van leed, zoals velen van jullie al wel weten. Daar vorig jaar, 25 februari, ik mijn dierbare man aan God af moest staan. En in 27 november is mijn schoonmoeder erachter aangegaan. Ik miste toen heel veel en had zoveel verdriet. Anderen zagen dat niet. Ook in de afgelopen 10 jaar is mijn eigen moeder en mijn pleegbroer heen gegaan. Na voor hen een mooier bestaan. Nu sta ik hier, daar ik had gevraagd om opgenomen te worden in deze zo bijzondere mooie gemeenschap. Daar ik dan ook alles ook met jullie mag en kan delen. Zowel mijn verdriet, zowel mijn blijdschap. Omdat ik al jaren vanaf mijn 18e jaar Gods kind mag zijn. Dat voelt ook zo fijn. Ik wandel in het licht met Jezus, samen met jullie, mijn lieve zusters en broeders. Amen. Dat was het gedicht wat ik dus had gemaakt, zelf. Ik ben er nou helemaal goed in. En dat heb ik dus vanochtend op
voorgedragen. Maar we waren, ik was dus niet de enige, we waren met meerdere. En die werden ook voorgesteld aan de gemeente. Nou ja, die wilden niet gevlocht worden, niks. Dus ja, dat kon dus helaas niet doorgaan. Maar oké, nu weten jullie het gedicht ook. En dat vind ik toch bijzonder dat ik dat ook met jullie kan delen. Dus ik zou zeggen, ja, geniet van het gedicht, luister ernaar. En ik zal het ook in de naam toevoegen dat er een gedicht bij is. Ik zit met mijn voeten te knoeien. Dat, ja, ik heb het een beetje op mijn stem van de emoties. Maar ja, dat wil wel. En ik zou zeggen, geniet ervan als jullie hem zien. Ik zou zeggen, tot straks maar weer. Doei, doei. Wat moeten we gek te doen? Hè? Wat moeten we gek te doen? Ja! Hij is lief, hè? Oh, hij is zo lief. Ja, en vrouwtje moet je nog borstelen, hè? Althans, met de handschoen, hè? Ja! Gaan we straks ook nog doen, hè? Ja! En wie komt er straks? Oh, Mian, hè? Ja! Oeh, en die wil wel gevlogd worden. Ja, en dat is iets nou deze die we hier hebben niet, hè? Nee! Maar dan draai ik hem zo dus om naar mij. Ja, de eerste visite heb ik al. Maar die willen niet gevlogd worden. Dus ja, helaas, pindakaas, het gaat niet door. Jammer, balen. Ze moeten het gewoon even leren en onder de knie hebben. Wie weet dat ze het dan wel willen. Maar nu nog niet. Doei, doei. Nou, en ik moet hem weer omdraaien om hem uit te doen, want anders zie ik het. Nou, en daar is onze Jan dan, uit Emmeloord. Die zit aan een oranje koek. Maar er kwam nog eentje, geheel verwacht. En wie is dat? Die hebben jullie ook al een keer gezien. Onze Corrie. Ja, die zit ook al aan de oranje koek. Dus ja, die kwam ook geheel onverwacht binnendraven. Dus ja, hartstikke gezellig. Dus ik zit hier met, we zitten met z'n vijven nu. Gezellig. Dus ja, we gaan een feestje ervan maken. Zo is dat. Ik denk zeg, dat we niet naar... Tot later! Gaat het weer een beetje? Gaat het weer een beetje? Niet zo raar doen hoor. Je maakt vrouwtje bang. Ja. En oom Jan maakt je ook bang. Ja. En tante Corrie gaat naar huis. Want die zit op de wc en die trekt net de wc door. Ja. Ja, is zo. Vraag maar aan oom Jan, hè? Ja. Ja. Is zo. Ja, dus we wachten gezamenlijk op Corrie. Ja, en dan gaan we die uitzwaaien. Die gaat dan weer met haar autootje de hort op. Ja. Wat jou, Corrie? Zeg het nog eens. Je gaat naar huis, hè? Ja. Ja, zegt ze. Snik, snik. Ze is er nog maar net. Gaat zo weer. Ah, zo blijft ze leuk. Ja, oké. Okay. Ja. Dus ja. Nou, het gaat weer goed met mijn hondje. Die deed het net heel raar. Ik weet niet wat er aan de hand was. Ik denk dat die even een insect ingeslikt heeft. Of wat dan ook. Maar hij deed heel raar even. Dus het is even afwachten wat er aan de hand is. Zeker was. Hé? Moet je kwispelen? Moet je kwispelen? Kwispel. Nee! Ja, dat... Maar het komt goed. Zeker weten. En hoe is het met je spiegel, Jan? Doet hij het of doet hij het niet? Dus die geloof ik. Ja, nou, trek hem er toch een aan om. Dus dat is weer goed. Zit hij weer vast? Ja, hij zit weer vast. Mooie grote lusten. Ja, maar ik heb niet haakjes hier ook. Oh. Nee, geen ruimte voor hem. Dus ik hang het altijd aan het laadje. Oh, het zal hoog hangen. Ja, dan ligt het zomaar op de grond. Ook dat. Dus. Zo. Tot ziens. Hou je haaks. Doen we. Oké. Okay. Komt goed, schat. Ja, oké. Okay. Dag, zeg. Corrie. Tot ziens, Jan. Tot ziens, Corrie.
Leuk dat je er was. Ja, ik heb dit zie ik gelijk weer. Ja, hè? Dat was, ja, hier ook Karin van. Mooie foto. Ja. Dat is meid, hè? Ja. Ja, leuk hoor. Pilletjes? Ja, dank. Nee, vergeet ik niet, schat. Dat hebben we hard nodig. Ja, wij. Senior vrouwtjes. Ik heb nog twee keer vijf. Ja, ja. Is het ook goed voor mannen? Tuurlijk. Moet jij het ook gaan aanvragen? Ja, daar vind ik hem ook ken ik wel. Ja. Oké. Okay. Ik heb allemaal nog. Ja, ze zeggen. Ik heb 50 plus. Ja. Ik denk nou. Ja, straks. Oké. Okay. Hoe heet dat? Ik denk nou, Corine loopt voor op bepaalde dingen, dus loopt ze daar ook voor. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Het is voor mij goed, dus is voor haar ook goed. Ik slik ze zelf ook netjes. Oké. Okay. Jan, even de deur dicht vanwege meneertje. Ja. Vind je het daar heel mooi? Dankjewel, schat. Ja. Dankzij Wonen Plus. Die vlag is straks prachtig. Ja, hè? Heel mooi. Ja, tot ziens. Ja, we lopen nog even mee. Even jou uitzwaaien. Hier. Weet ik. Ik kijk wel uit hoor, schat. Nou, daar gaat ze. Zo'n glimlach heb ik nog nooit gezien. Doei schat. Corrie. Voorzichtig hè. Dag lieverd. Ja. Afrodo. Ah, het is een huurauto, ze is die auto niet gewend. Renault, de wie? Renault Nieuwedijk Hillegom. Zij gaat altijd naar de gracht toe. Doet ze altijd. Waarom? Gaat ze rechtsom? Ze zal wel moeten, want linksaf mag niet. Zo. Ik zal hem even omdraaien. Zo, dat was onze Corrie dan. En dan lopen we weer samen naar huis voor jou, Jan. Ja. En dan gaan we thuis weer even een bakje koffie maken. En ik sta weer te lang en ik loop weer te lang. En dat met die pijn. Maar ja, het moet zo zijn. Deurtje open. Nu moet ik er eerst in. Doe jij de deur weer dicht, Jan? Ja. En dan ligt er eentje lekker op de grond. Dus ja, nou, we zijn weer waar we zijn moeten. De deur weer even open. Ik heb weer op de haak. Zo, en dan gaan we naar binnen. Dus ik doe jullie weer lekker uit. Ja, nu! Ja! Ga je weg? Ik ga weer weg. Ga je me verlaten? Dag lieve mensen, ja, ik ga je weer verlaten, ja. Nou, is niet leuk, hoor. Nee, hè, helemaal niet leuk. Nee, ben ik weer alleen. Ja. Pas jij op je spiegel? Ik pas op mijn spiegel, bedankt voor de spiegel.
Ja, dat is dus tevens ook een klant. Die heeft weer een mooie spiegel in zijn hand. Hé, hey, dat rijmt. En die gaat het land weer in. Het land weer in. Ja, weer terug naar Emmeloord. Binnenland. Ja. De polder. Oké, nou, dan zou ik zeggen een goede reis. Zwaai, zwaai van mijn kant. Ja, en ik zal even naar mijn hondje toe, want die is ziek, die het net overgegeven. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen tot strakjes. Nou, daar ligt mijn hondje dan. En die Roy die zit er verderop. En Jan die is weg. En gelijk de poort maar op slot gedaan. En ik wens jullie natuurlijk nu een hartelijk welkom toe weer in de avonduurtjes. Ja. Maar we maken het ook niet al te laat, nee. Want, drukke dag vandaag, of niet al? Ja. Mijn hemel. Nou, ik wens jullie in ieder geval een hele, hele fijne, warme, gezellige, liefdevolle zondagavond toe. Met Gods zegen zal het vast wel lukken. Geniet van elkaar. Wees lief voor elkaar. Geen haat en nijd. Want dan krijg je later misschien wel spijt. Juist. Ik zou zeggen, tot morgen. En aan de andere kant van de nacht. Ja.